Suppen, het is hip, het is nieuw en het is de snelst groeiende sport in Nederland. En het gebeurt nu ook in de Leidse grachten. We zijn aan het stand-up paddleboarden. Wij doen tegenwoordig de Friday Night stand-up paddleboard tour. Door de grachten van Leiden eigenlijk. En stand-up paddleboarden, je staat op een board met een paddle in je hand. En je surft over de grachten heen. En dit is echt iets wat in Nederland op het moment echt gigantisch aan populariteit is aan het winnen. Super. Waarom zou je dat nou gaan doen? Ja, omdat het leuk is. Het is een hele leuke sport voor als je wel van water houdt, maar het waait niet en er zijn geen golven. Wat ik er leuk aan vind op de gracht is dat je gezellig kan kletsen en eigenlijk tegelijkertijd met een workout bezig bent. En op zee is het gewoon super om lekker in de golven te spelen. Is dat niet veel spannender om dit op zee te doen? Het is wel spannender om het op zee te doen, maar op de grachten is ook fijn. Ik vind het leuk om de stad ook eens van een andere kant te zien. Ja, maar dit kan toch ook in de zee? Ja, dat doe ik ook. Dat vind ik misschien nog wel leuker. Maar gewoon zo door bijvoorbeeld de Leidse binnenstad of op een vlakke zee als er geen golven zijn, is het super lekker, lekkere workout. Vooral als het zonnetje schijnt natuurlijk. En het is gewoon fijn om in beweging te zijn buiten. En wat maakt deze sport zo relaxed? Zo relaxed. Ja, als ik naar mezelf kijk, zeg maar, of het nou op zee is of op de grachten. Je bent eigenlijk lekker relaxed aan het paddelen en je hebt niks in de gaten van je omgeving. Je kan gewoon lekker relaxed rondkijken. Je zit niet op een motorboot. Het is stil. Het is gewoon fijn om te doen. En wilt u deze nieuwe sport ook een keer proberen? Kijk dan op subevent.nl.